Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Het is behoorlijk aardig zomerweer vanmiddag. De zon schijnt flink, er drijft ook wel wat hoge bewolking over en er ontstaan een paar stapelwolken. Maar het blijft overal droog en de temperatuur is tussen de 21 en 24 graden, wel over het algemeen niet al te veel wind. Vanavond blijft het ook nog lang droog en vrij zonnig. Halverwege de avond is het een graad of 20 bij een zwakke of matige zuidwestenwind. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. In de loop van de nacht komt er wel steeds meer hoge en middelhoge bewolking binnen drijven... en daar hebben we morgen vroeg ook mee te maken. Dan schijnt de zon nog wel van tijd tot tijd, met name in het oosten en noordoosten. De temperatuur loopt dan eerst op, na zo'n 21 graden in het westen... tot 24 graden in Groningen en in Drenthe en ook in Twente trouwens. Maar dan gaat de bewolking vlot toenemen vanuit het zuiden... En dan trekken er al snel stevige buien over het land. En dat kunnen echt stevige buien zijn met kans op onweer en veel regen in korte tijd. En als er meerdere van dat soort buien achter elkaar over dezelfde plaats trekken, dan kan er zomaar eens 20 mm regen vallen of nog wel meer. Met het passeren van de buien gaat de temperatuur natuurlijk weer wat terug. Zo aan het einde van de middag is het een graad of 20 op een heleboel plaatsen. En de wind die is in eerste instantie zwak of matig uit het oosten, maar gaat dan geleidelijk aan draaien naar zuid en later naar zuidwest. En wordt dan matig aan de kust, soms vrij krachtig, windkrachten 3 tot 5. Ja, en dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Want woensdag, donderdag en vrijdag blijft het licht onbestendig zomerweer. We hebben nu en dan buien die over het land trekken, waarbij we een vrij vast patroon aanhouden. Want in de ochtenduren zien we dat de meeste buien vaak in de kustprovincies voorkomen. En dan later op de dag schuiven ze wat meer het binnenland in en dan wordt het juist beter aan de kust. De middagtemperatuur ligt de komende dagen zo rond de 20 graden. Houdt niet echt over, maar echt kil is het dan ook weer niet. De wind waait meest matig uit het westen tot zuidwesten. Er zitten dan nog echt zomerweer aan te komen. Helaas voorlopig nog niet echt. We zien pas na het weekende dat de kansen op 25 graden weer wat gaan toenemen. Maar veel hoger dan een procent of 15 komen ze voorlopig niet. Dus het blijft een beetje aan de koele kant. Maar toch over het algemeen nog wel heel redelijk zomerweer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl